Hallo, ik ben Robert Maasbach. Maakt het ook wat uit hoe wij leven elke dag? Het schijnt van niet. Het schijnt in deze wereld kan je leven zoals je wil en doen wat je wil en alles is goed. Maar weet u, God ziet u. God ziet alles. Hij weet de gedachten van uw hart. Hij weet het woord dat uit uw mond komt voordat u het uitspreekt. Hij weet waar u slaapt. Hij weet wat u doet. Hij weet waar u mee bezig bent. Hij weet alles. Jezus die ging zo ver om te zeggen: Hij weet zelfs hoeveel haren op uw hoofd hebt. Hij zegt: Er is geen vogel die tot de grond valt en God kent het. Hij kent de namen van alle sterren. Hij weet alles. Dat is voor ons onbe onbedachtzaam. Daar kunnen we eigenlijk met ons verstand niet bij. Maar toch is dat waar. Toch is het waar. Hij die de hemel en de haren geschapen heeft. Die kent u bijna. En hij weet wat uw nood is. Hij weet waar u doorheen gaat. Job was een man die door een grote strijd ging. Zoals we lezen in de Bijbel. Hij had tien kinderen en op één dag stierven ze allemaal. Hij had groot uh, voorspoed in zijn boerderij. Hij had heel veel dieren. En op één dag stierven ze allemaal. Alles ging op diezelfde dag kapot. En toen hij in die grote nood zat. Toen zei hij, ik ben naakt de wereld ingekomen en naakt ga ik de wereld weer uit. Maar één ding zal ik doen en dat is God de eer geven, waar ik ook doorheen ga. En dat schijnt toch de beproeving te zijn voor ons geloof, voor ieder van ons. Dat waar we dan ook doorheen gaan, dat we God de eer geven. En dat we Hem danken, of het goed gaat of niet zo goed gaat. Dat we geloven dat als het niet goed gaat. Dat Hij genoeg genade en kracht voor ons heeft om ons in stand te houden. Je, het is net zo'n groot wonder om door de moeilijkheid heen te kunnen wandelen met kracht en geloof, als de grotere wonderen te ervaren. Ik vind het altijd een bijzonder iets als ik een groot antwoord krijg in mijn leven, maar ik heb ondervonden, ik vind het net zo groot iets is, dat de Heer mij behoudt onderweg naar die wonderen. En de Heer was met Job in de tijden van zijn strijd. En weet u wat Job zei toen de strijd de grootste was? Hij zei, God kan alles doen en er is niets dat hem kan weerhouden. En weet u, dat is het ook waar soms we het moeilijk mee hebben. We weten er is niets wat God niet kan doen. En we weten er is niets wat hem kan weerhouden om ons te antwoorden. Waarom is het dan nog niet gebeurd? Waarom hebben we het antwoord nog niet? Waarom zien we de oplossing nog niet? O, oh, wees bemoedigd. Wees bemoedigd in uw geloof. Dat al gaat u door de grootste vallei, al gaat u door de grootste strijd, de Heer is met u. De Heer zorgt voor u. De Heer houdt u in stand. De Heer bemoedigt u. Grote wonderen zijn alleen maar grote wonderen, omdat we grote noten hebben. Grote antwoorden nodig hebben. En ik wil u bemoedigen vandaag... Zie de Heere in het midden van uw leven op dit moment. Zie de Heere waar u doorheen gaat op dit moment, met u. Begin hem te danken dat hij voor u zorgt en dat hij met u is. En dan, ja, zonder twijfel, net als Job, zal u zijn grote antwoorden krijgen. Weet u wat het keerpunt voor Job was? Het keerpunt voor Job was dat hij had een paar vrienden die tegen hem waren gekeerd. Die hem al de schuld gaven. Voor al de moeilijkheden waar hij doorheen was gegaan. En er kwam een moment dat hij kon die vrienden veroordelen of vergeven. God zei tegen die vrienden, ga naar Job. En wanneer Job voor jullie bidt, zal ik je vergeven. En ik zal Job horen. En weet u, Job zat nog in dezelfde grote problemen. Maar hij gaf vergeving voor zijn vrienden. En hij bad tot God voor hun. En dat keerde alles om. Begin vandaag de omkeer in de situatie waarmee u bent. Begin vergeving te geven aan mensen. Al zijn ze het niet waard. En begin voor hun te bidden. Al zijn ze het niet waard. En dan zie je Gods genade en liefde alles omdraaien voor u. Laten we samen bidden. Heer, ik dank u dat u vandaag vergeving geeft in overvloed en dat u alles omdraait in Jezus naam. Amen.